Goedemorgen allemaal. Ik ga vandaag voor jullie een filmpje maken met de nieuwe oogschaduw voor het najaar van 2014 van Dior. Ik zal je even laten zien. Dit is het paletje. En dat is dus van Dior. En het heet Jardin. Ik zal even mijn vingers iets aan de kant doen. Even kijken of dat je het zo mooi kan zien. Je ziet zeg maar in het midden zit een groene kleur. Hieronder zit een licht roze kleur met een satijnachtige glans. Lichtgroen bovenin. Dit is een highlighter. En hieronder een hele mooie donkere petrolkleur. Nou, zoals je ziet, ik heb ook de Dior nagellak op. In een eerder filmpje heb ik al de kleur Bar laten zien. Dit is de Carré Bleu. Het is de 796. Een hele mooie kleur vind ik. Maar voordat ik mijn gezicht... dat ik een foundation op heb gedaan, heb ik het gehydrateerd. Ik heb een soort dagcreme serumachtig Dream Skin van Dior. Ik heb het ook in een eerder filmpje al verteld. Het is hartstikke duur. Ik geloof dat het zo rond 100 euro is. Dus als je het wilt kopen, dan zou ik je echt aanraden om dat te kopen op het moment dat er ergens een actie is. En dat je zeg maar met een aantal procent korting... je make-up kunt kopen. Anders is het echt veel te duur. En dan zou ik je aanraden om het niet te kopen. Wat ga ik doen? Nou, mijn gezicht, mijn basis heb ik dus al gemaakt. Ik begin met mijn ogen. Ik begin eigenlijk altijd met de kleur Bone van Bobbi Brown. Nou, je ziet, hij is al aardig gebruikt. Ik zal hem even open doen. Hier zie je het. Boom, kleur 2. En die breng ik eigenlijk aan over heel het ooglid. Nou, voordat ik dat ga doen, zal ik nog even vertellen. Ik heb mijn wenkbrauwen opgemaakt met potlood van Dior. Ik heb daar ook een filmpje van. Dus als je zoekt op Dior poederen saucie, dan vind je die. Ik heb hier nog wel een nieuw potlood. Ik zal het je even laten zien wat ik heb gebruikt. Kijk hoor. Kijk, dit is het potlood. Hier eventjes de... Volgens mij kan je het net niet zien. Maar het is dus het Sourcy Poudre Powder Eyebrow Pencil. En het is het nummer 653 Blond. Nou, en ik vind het een mooi potlood, zeg maar, op het moment dat je een lichtere haarkleur hebt en lichtere wenkbrauwen. Je kunt ze er mooi mee aanzetten zonder dat het heel onnatuurlijk wordt. Nou, dan ga ik dus die Bobbi Brown die ik net had, die ga ik over mijn hele ooglid aanbrengen. Ik gebruik daarvoor mijn MAC 227 Short Edition. Een hele mooie kwast. Ik zag net voor mijn filmpje dat mijn kwasten dat ze een beetje vies zijn. Want ik heb me er al een aantal keer mee opgemaakt. En eigenlijk had ik ze schoon moeten maken. Ik zal straks een filmpje ook opnemen waarin ik laat zien hoe je heel makkelijk je kwasten schoon kan maken. Zonder hele dure producten daarvoor te hoeven gebruiken. Nou, ik ga dit aanbrengen over mijn hele ooglid. Eigenlijk is het daarmee een soort van primer, of in ieder geval een basis waar je straks een heel mooie ooglook overheen aan kunt brengen. Zo. Andere oog ook. En ik doe daar flink wat op. Dat zorgt ervoor dat je oogmake-up niet gaat ophopen hier in de crease, in de vouw. En dat die gewoon mooi blijft zitten. Dan gebruik ik een MAC 275. En die gebruik ik dan om de lichtste kleur, de lichtroze kleur, beetje zo het palet om die op mijn onderste ooglid aan te brengen. Dus dat wordt lichtroze met een beetje een satijnglans eroverheen. En je mag flink wat aanbrengen. Het is natuurlijk een hele transparante kleur. Ik vind het wel mooi als die er goed op zit.
Oké. En dan gebruik ik nu, neem ik de middelste kleur. Een hele mooie, ja, mosgroene kleur is het eigenlijk. En die zet ik aan. Hier in de vouw. Dus eigenlijk op die overgang van het bewegend ooglid naar die arcadeboog. Aan de andere kant doe ik datzelfde. Zo. En dan neem ik mijn blending brush. En dat is de, ik zie het al bijna niet meer zo vaak gebruikt, de 217. En je ziet, deze kwast is gewoon niet helemaal schoon, want normaal gesproken dan is die gewoon helemaal wit. Maar goed, ik gebruik hem nu ook voor een donker kleurtje waar ik hem eerder ook al voor heb gebruikt. Dus dat is op zich niet zo heel erg. Maar wat ik zeg straks, dan ga ik wel even mijn kwasten mooi uitspoelen. Wat ik ga gebruiken is de donkere kleur van het palet. Dus die petrolkleur. En die zet ik dan eigenlijk over die kleur heen die ik er net op heb gezet. En dan vaag ik hem uit in die crease. En iets naar boven. Kijk, dan wordt hij iets heftiger, dat zie je dan. En dat doe ik aan de andere kant, doe ik dat ook. Ik heb er iets moeite mee. Ik vind mijn rechteroog nu iets mooier gelukt. Kijk, de linkerkant zie je dat hij iets hoger doorloopt. Dat is eigenlijk niet helemaal mijn bedoeling. Zo, hallo. Ik vind dit wat mooier, dus ik probeer dat een beetje gelijk te krijgen. Zo. En dan gebruik ik de lichte highlighter. Deze. Voor een iets groter stuk. Ik neem weer eventjes mijn MAC 275. Even wat die donkere kleur ervan af. En dan die highlighter, die gebruik ik dan op dat bovenste ooglid. Tot aan de wenkbrauw. Het wordt een hele mooie ooglook, vind ik zelf. Zo. Ben ik nog niet klaar. Want dan wil ik langs de bovenkant, langs de bovenste wimperrand, wil ik een lijntje zetten.
En daarvoor gebruik ik een potloodje van Chanel. En dat is de Stylo Jeu Waterproof. Ik zeg het mooi op zijn Frans. Nee, het is een long-lasting eyeliner. En het is de kleur Celadon. En dat is de kleur 60. Even kijken of dat je het kunt zien. Het is heel donkergroen. En dat vind ik een mooi potloodje om dan langs die bovenste wimperrand te zetten. Het moet heel subtiel worden. De achterkant van dat potloodje, daar zit een puntenslijpertje in. Dat wist ik dus in eerste instantie met dit soort potloodjes, wist ik dat niet. Heel dom eigenlijk. En dan gooide ik ze weg op het moment dat de punt bot werd. Nou, dat is een beetje zonde, want ze zijn best prijzig. Ik geloof, ja, ik koop ze meestal zeg maar, als er een aanbieding is. En dan koop ik ze zo met 25% korting. En volgens mij betaal ik er dan iets tussen de 16 en 18 euro voor. Dus ze zijn echt wel prijzig. Goed, ik zet dit potloodje echt heel subtiel langs die bovenste wimperrand. Ik doe dat niet helemaal door naar mijn binnenste ooghoeken. Dat vind ik niet mooi. Dus echt gewoon een heel dun lijntje. Ik trek hem iets door. Dan moet ik zeggen, nou zag ik in de tijdschriften van de look van Dior dat die eigenlijk dat ze... Je ziet veel zeg maar dat de oogpotloodjes dat de eyeliner dat die gewoon zo recht doorgetrokken wordt. Dus niet zeg maar langs de wimperrand en dan een lijntje omhoog. Maar je ziet nu echt rechte lijnen en ook rechte lijnen onder. Maar ik vind dit op zich niet verkeerd. Ik zet hem aan de andere kant ook. Zo. En dan zet ik het potloodje zet ik ook heel subtiel langs de onderste wimperrand. Kijk, en dan zie je, zo ziet dat eruit zeg maar, op het moment dat ik hem er langs zet. Je kunt er ook voor kiezen om hem op de waterrand te zetten. Want daar zit het potloodje ook echt heel erg geschikt voor. Ik kan dat ook wel even laten zien. Kijk, je ziet aan deze kant heb ik hem er nu heb ik hem erin gezet. Ik zal het nu aan deze kant ook doen. En wat ik dan wil doen, is dat ik de lichtgroene kleur uit het paletje, dat ik die dan aanbreng op een kwastje ook van MAC. En dat ik dat dan nog langs de onderste wimperrand aanbreng. Dat is hier mijn 219 Short Edition. Ziet, is ook vies. Die moet eigenlijk ook wit zijn, dus die ga ik zo meteen ook schoonmaken. Neem ik de lichtgroene kleur en die zet ik heel mooi zo langs dat randje. Langs dat lijntje langs de onderste wimperrand. En aan de andere kant ook. Die gebruik ik ook nog heel eventjes om mijn binnenste ooghoek nog even te highlighten. Daarvoor gebruik ik de lichte kleur, de lichte roze kleur uit het paletje. En daarmee stip ik die binnenkant aan. Kijk, je ziet het al. Andere kant ook. Zo. En dan heb ik nog één laatste stap te gaan. Voor mijn ogen. En dat is eventjes mijn wimpers te krullen. Dat doe ik eigenlijk altijd. En dan breng ik nog de mascara aan. Daar ga
belangrijk? Zo. En dan komt er nog een laagje mascara op. En dan moet ik zeggen, ik ben best wel een fan van Dior. En nou heb ik deze, eigenlijk een paar weken terug in het vliegtuig van Italië hier naar huis gekocht. En het is een mascara, volgens mij is die van Yves Saint Laurent. Ik ga zo eventjes voor je kijken, want ik weet het niet zeker. En ik ben er hartstikke tevreden over. En ik vind hem misschien nog wel fijner dan de Dior Iconic en ook een mooier effect hebben. Oké, dat is de mascara. Nog een klein beetje blush op mijn wangen. En daarvoor gebruik ik dan ook wel weer een blush van Dior. Dat is de Coral Bagatelle. En dat is de nummer 763. Die is van het afgelopen voorjaar. Dat was een limited edition. Zo, hier nog een hartje van mijn vast. Dan moet ik zeggen, over het algemeen verharen die MAC was er niet zo, maar in dit geval dus wel. Ik zie dat het al best een lang filmpje wordt, dus ik ga ermee stoppen, jongens. Anders dan zit ik jullie ook maar lang te vervelen. Ik heb op mijn lippen de Lip Glow van Dior gedaan. Die zit er al op. En dan daaroverheen breng ik alleen nog een laagje aan van de Lip Maximizer. En daarmee is de look voor vandaag af. Het is de look Jardin van Dior. Mijn lippen, ik zal zo nog een filmpje maken met een paar andere liplooks. Want ik heb hier nog een hoop lipgloss staan. Maar dit is hem voor vandaag. Ik hoop dat je hem mooi vindt. Ciao!